De meteorologische zomer is ten einde en we zijn begonnen met de herfst. En die zullen zeggen van, oh, het weer hult zich een klein beetje aan. Want gisteren en vandaag was de temperatuur zo rond de 20 graden of zelfs iets eronder. En ook redelijk wat bewolking. Maar het is wel droog gebleven. Maar die bewolking hadden we allemaal te danken aan een storing die heel vlak langs kwam. Ja, de temperaturen van 20 graden die komen volgende dagen wel wat hoger, maar daar heb ik het zo dadelijk nog eventjes over. Ik wil ook even de foto laten zien, want de foto is, ja, heeft ook wel een beetje met weer te maken. Stoel voor één, maar dan ben je het eerdappels rooien. En de droogte die duurt nog voort. Hier achter mijn bunt is ook bezig met een of ander. Ik weet gaar niet wat het is, maar je wordt er een beetje, high van eigenlijk, als je de neus goed ophaalt. Wie er wat meer over kan vertellen, dat is Hendrik Jan. Hendrik Jan, wat gebeurt hier allemaal? Ja, wat jij net zei, dat klopt. Maar je wordt er alleen niet high van. Want het is roevezelhennep waar geen hallucinerende werking in zit. Wij gebruiken het voor de veevoeding. En dat is gezond voor de koe in zijn pens om daar de matvorming en prikvorming te realiseren. Zodat de koeien goed gezond zijn en goed kunnen produceren. Ja, want jullie hebben daar hier een perceel gezaaid. En normaal kunnen natuurlijk nooit zoveel boeren kijken hoe dat hier gaat. Maar dat is de eerste keer hier in de Achterhoek. Ja, en dat is ook een veehouder eigen. Als je niks hebt laten zien, dan komen ze ook niet kijken, hoor. Nee. Dus ik denk, laten we dat maar eens een keer doen zo. En we hebben het weer mee, heb ik net gehoord van nou. Dus ja, we houden het vandaag droog. Ja. En ja, wij doen dus het spul hakselen en in plastic folie. Het weer is er goed bij, daar hadden we het al over, want vanavond en komende nachten blijft het in ieder geval ook droog. De temperaturen dalen naar een graad of 12 zo'n beetje. En morgen dan is er iets meer zon in de ochtend, in de middag wel weer wat meer bewolking. De wind ook iets afgenomen, maar wijdt altijd nog matig uit westelijke richtingen en temperatuur 23 graden. Deze demonstratie hier, hè, gaan jullie de volgende keer nog met verder? Ja, de bedoeling is dat wij dus hier laten zien hoe het kan. De veehouders waren allemaal een beetje huiverig omdat het hakselen van het spul nogal problemen opleverde. Net als het roken van het spul, dat levert ook problemen op. Je hebt 2 hectare nodig om 1 checkie te kunnen maken. Dus, het is niet zo'n heel sterk spul. Nee, dus ik zou zeggen, begin er niet aan, want je hebt een pens met werk en je hebt er niks aan. Nou, er zijn wat mensen die misschien zeggen van, als die melk van die koeien nemen, we hadden ook nog wat van kregen, ja, maar dat zal wel niet. En het weer voor de komende dagen, we hebben te maken met toch een sterke weersverbetering, wel de eerste week van september. De wind die geeft naar meest oostelijke richtingen en daarvan komt ook de warme lucht vandaan. Temperaturen lopen dan ook al op tot boven 25 graden en zelfs aan het eind van de week 27 tot 29 graden. Ja, en als je echt in de tuin zit, helemaal uit de wind, dan zal het toch 30 graden kunnen worden. Al met al dus ook weer een droge week tegemoet en de zomer die geeft gewoon voort. Hendrik Jan, die spul, dat geeft nou de kuil in. Is er veel animo voor? Ja, het is een jaar of 5 terug begonnen. Toen zijn we daar bij een paar veehouders mee begonnen om te proberen. En we zien er dus nu een beetje animo in komen. De hakselaar die hier staat, die is van een loonwerk uit Brabant. Die had daar al veel ervaring mee. Die heeft daar 70 hectare al gehakseld. En toen hebben wij gezegd van, laten we die banders doorbreken voor de veehouders hier, dat het spul best geoogst kan worden en het is heel makkelijk te verbouwen. Dus wij willen laten zien, het is gezond voor de koe. Het probleem van het hakselen kunnen wij voor u oplossen. Dus en daarom hebben wij die demonstratie vandaag hier. Al veel succes met in, ja, dat je een goede handel kreeg. Gouden handel. Ja. Dat is de hennep altijd, hè, gouden handel. Soms wel, hè. Goed gedaan.